Passie Kijken met Ron Vergouwen. Onze tv-recensent Ron Vergouwen, mediakenner, deskundige Ron. Over goochelaars op tv, wilde jij het hebben? Waarom? Ja, Mindfuck, het programma van Victor Mits. Gisteren tweede uitzending. Het programma is verplaatst van NPO 3 naar NPO 1. Oh. Op NPO 3 was het ook al een groot succes, maar nu het op NPO 1 zit op zaterdagavond... 2 miljoen kijkers. Eerste uitzending 2 miljoen kijkers. Gisteren ging die er zelfs overheen. 2,1 miljoen kijkers. Dus goochelen is weer echt hot op de buis. Kinderen vinden het ook volgens mij heel erg saai. Op televisie. Ja, nou ja, ze hebben het wat meer naar deze tijd getrokken naar 2017. Zeker. In de uitzending van gisteravond, de tweede uitzending, haalde hij een truc uit met onze eigen premier Mark Rutte. Wat nou als ik je zou vertellen dat ik ver voordat we elkaar ontmoeten al zou weten welke jij zou selecteren? Dat is natuurlijk weer beangstigend. Ik ben helemaal gek. Hoe kan dat nou? Ja, heel leuk, hè? Ik bedoel... Ik heb de hele avond zitten denken, hoe heeft hij dat nou toch gedaan, die truc? Ja, ja, het was, hij mocht zijn favoriete politici uitkiezen. Daar ging hij dan schilderijtjes van ophangen. En Victor Mits wist precies in welke volgorde die ook... De beginletters vormden een woord. Vormden die een woord, ja, echt fantastisch. Er is ook regelmatig wel kritiek op Mits. Hè. Deze week ook weer in de NRC door een wetenschapsfilosoof. Want Mits heeft een achtergrond als huisarts. Dus hij trekt regelmatig een beetje een wetenschappelijke tendens in zijn trucs. Zegt hij ook letterlijk, toch? Ja, dat wordt door wetenschap niet echt gewaardeerd. Het is in ieder geval een groot succes. Victor Mits spreekt een brede groep kijkers aan, jong en oud. Komt mede door zijn vlotte uitstraling, denk ik. Hij is zelfs zo succesvol dat hij sinds een paar maanden zijn programma ook in Duitsland mag maken. Hij is naar de nonnen in Vught gegaan en hij doet dus een programma... Auf Deutsch, zeker. Ja, dus de Duitsers zijn ook geboeid erom. Het mag alleen geen Mindfuck heten daar. Dan heet het Mindmagic. Goochelen en tv, dat was altijd eigenlijk al een gouden combi op de buis. Jullie weten vast nog wie de allereerste goochelaar was op de tv. Nou, dat weet jij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Fred Kaps, daar hebben wij mee doodgegooid. Ja, Fred Kaps. 3 keer wereldkampioen goochelen is die mocht man. Mocht je opblijven op zaterdag, Fred Kaps op televisie. Ja, en in 1961 kwam hij met zijn eigen goochelprogramma op tv. Woordspelingen waren toen ook al hip. Het programma heette Fred's Kapsalon. Met deze schaar is het namelijk mogelijk het weer aan elkaar te knippen. Je legt de twee stukken gewoon tegen elkaar, in dit geval het haar. U knipt het gewoon recht af en uw haar is weer volkomen aan elkaar geknipt. Dat is prachtig. Ja, het leuke is ook, in die tijd draaide het echt vooral om de truc. En nu draait het ook vooral om de reactie van de mensen op wie die truc wordt losgelaten. Dus dat is ook wel een verandering in eigenlijk. Fred werd ook internationaal bekend. Want in 1964 mocht hij optreden in de populaire Amerikaanse variété show The Ed Sullivan Show. Here he is, so let's have a nice hand for him. Fred Kapp. Well, thank you very much, ladies and gentlemen. Now, especially for this show tonight, I made an entirely new trick. Nederlands trots, hè? De Hans Klok van zijn tijd. Ja. Leuk detail trouwens. Hij zat in dezelfde aflevering als waar ook de Beatles hun debuut maakten op de Amerikaanse televisie. Ach. En mede daardoor kreeg hij een grote klap kijkers, namelijk 75 miljoen kijkers. De Beatles zaten gewoon in zijn voorprogramma. Dus dat is wel heel leuk. Iemand voor wie Fred Kaps ook een voorbeeld was, is natuurlijk Hans Kazan. Allemaal heel hartelijk welkom bij de Magic Show. Het is weer een programma boordevol met spectaculaire illusies en goocheltrucs. Maar nou weet ik dat de mensen die thuis voor de buis zitten... die denken, ja, is makkelijk, hè, goochelen voor de televisie. Ik beloof u, met de hand op het hart, geen cameratrucs. En dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 240 man live publiek. Ja, je weet jullie trouwens dat de naam Kazan is ook gebaseerd op Kaps. Ja, dat heeft hij een keer uitgelegd toen hij bij ons al in de perstribune op bezoek was. Ja, nou ja, de K van Kazan, dat komt van Kaps. Grappig. En hij had een groot succes, hè, totdat hij 10 jaar geleden failliet ging door een fout investering. En dat Zan dan, moet je ook even uitleggen. Zan, dat komt van de Italiaanse goochelaar Inzani. Daar was hij ook fan van. Maar dan, hoe heette hij echt? Hoe heette hij echt dan? Hans Mulder heet hij. Oh. Ja. Alleen, hij heeft dus zijn artiestennaam, daar heeft hij ook zijn echte naam van gemaakt. En hij is toch ook ooit failliet gegaan of zo? Dat is toch niet goed gegaan? Ja, precies. Nou ja, hij had een Spaans goocheltheater waar hij in geïnvesteerd had. Daar ging geen hond naartoe. Ja, en toen heeft hij dus ook zijn geld weer getoverd. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Later, Goochelaars op de Buis, is het een beetje geadopteerd door SBS6. Die kwam met een programma Goochelaars Ontmaskerd, waarin ze allemaal trucs gingen verklappen. Kwam ook een hoop kritiek op. En later kwamen ze met een talentenjacht voor mentalisten.
hè? Dat zijn goochelaars die ontkennen dat ze drugs gebruiken, maar zogenaamd bovennatuurlijke gaven hebben. Uri Geller. Uri Geller, de nieuwe Uri Geller, was een populair programma waarin Patty Bart altijd het leidend slachtoffer was. En Uri Geller, de man van de lepeltjes buigen, die was altijd het heetgebakerde jurylid. The show was great today, that's all I can say. And I'm now waiting eagerly to see Vincent fly out. Nou, of dat gaat gebeuren, dat gaan we zien. Ik ga de envelop openmaken. Door naar de kwartfinale. Do you know how I feel? I feel like this now. I can't understand this. Het is live televisie, dames en heren. Ja, Victor Mits heeft trouwens ook ooit meegedaan in het programma. Nou ja, na dit programma kwamen een aantal andere programma's. Mind Masters, It's a Kind of Magic. Keek geen hond naar. Maar nu met Mindfuck is de Goochel TV weer helemaal terug. Dus complimenten voor Victor Mits. TV-momentje nog? TV-moment van de week. Het gaat al weken over, op mediaredacties vooral ook. Over? Over de vraag, hebben Umberto Tan en Dionne straks nou een relatie? Nou, wat denk jij, Ron? Ja, ik laat me daar niet over uit. En we zijn ook het programma niet voor. Nee, maar het programma wat er wel voor gemaakt is eigenlijk, is RTL Boulevard. Maar die hebben zich weken in stilzwijgen gehuld. Volgens sommige collega's onterecht. De rubriek kreeg daar veel kritiek op. En deze week werd er opeens wel melding van gemaakt. Sterker nog, de interne discussie of er nou wel of geen aandacht gegeven moet worden aan die kwestie was gewoon in de uitzending een onderwerp. Ik verbaas me daar al een paar dagen over hoe hij en ook Dionne bijna gedwongen moeten worden om iets daarover te verklaren. Wat ik raar vind is dat als jij een dagelijkse talkshow hebt over het nieuws van de dag, en je bent het nieuws van de dag, dan zou je er toch iets over moeten zeggen. En dat geldt toch eigenlijk ook wel een beetje voor ons hier. Toch, wij worden gedwongen om er niet over te praten. We hebben er heel vaak over. Moeten we dat over doen? Of moeten we naar de privé na gaan trompetten? Dus ik zeg lekker niks. Het werd gewekt dat er vanuit RTL een soort oekase was dat wij er niet over zouden mogen praten. Ja. Dat is toch nooit enig. Maar ik kan me die gedachte wel voorstellen bij mensen. Ja, het opvallendste is eigenlijk nog dat John van de Heuvel hier zegt, laten we de mensen met rust laten, terwijl zijn krant met de privépagina dit eigenlijk allemaal heeft aangesteld. Oh, dat doen we allemaal. Ja. Terug te kijken waarschijnlijk nog, hè? Via ons Twitter-account @deperstribune. Dankjewel, Ron.